Kijk maar aan. Ogen, ogen, ogen. 78 paar ogen. Ik maak theater van muziek. Dat is eigenlijk wat ik doe. De basis is een beetje opera, maar veel uitstapjes naar kleinkunst en jeugdtheater, locatietheater. Als er maar muziek in zit. Ik stop hier, ik stop hier, ik stop hier. Dat slakken ziet er super uit. En dat beïnvloedt het zingen op een dramatisch... Ja, nog. Maar omdat ze te hard werken. Het is gebaseerd op een strip van Töpffer. Dat is een van de allereerste krantenstrips die ooit getekend zijn. Het begint met een groot engelenkoor, dus in de hemel. En vandaar zakken we naar de aarde en dan in allerlei fantasiewerelden. Onder de oceaan, in een walvis en landen op andere werelden. De vleugels die horen bij de engelen. Die zitten in het begin van het stuk, eigenlijk de eerste 10 minuten. Een soort hele vrolijke, bijna orgastische hemelse scène. De muziek is ook heel bombastisch. Ik wilde geen statische engelen maken, dus ik dacht meteen loveboat. Dus ik heb van mijn engelen een soort van stewards gemaakt, stewards van de hemel. Ze hebben korte broeken aan, een beetje Bermuda-achtige broeken. De dames Bermuda-achtige rokjes. En het geeft een soort hopelijk lichtheid aan die engelen. De kracht van de voorstelling is in de grote orkestrale passages, in de ongebreidelde fantasie. Het libretto is door Peter-Jan zelf geschreven, dus de manier waarop hij het aan elkaar rijgt vind ik mooi. Wat je ziet is dat er op dit moment zangers zijn die met hun kunnen van op dit moment, dat is gewoon heel hoog in de opera. Zangers die acteren zo goed, zingen heel goed, onwijs moeilijke muziek, goede stemmen en kunnen dat gewoon heel snel personificeren. Ik denk dat daar de kracht van de voorstelling zit.